Is het nou een behoorlijk slappe bende daar beneden, maar je hebt wel zin om de hele nacht keihard door te gaan, ja, dan kan je naar de Viagra grijpen. Maar je kan ook echt Surinaamse erectiestokjes nemen. Alle lollies verzamelen! Hoe werkt de Surinaamse Viagra? De meeste mensen drinken het met alcohol. Hoeveel moet je nou drinken om een goede stijve te krijgen? Eigenlijk een shot. Je wordt er dus en dronken van en je krijgt ook nog eens een stijve. Ja, toch niet echt dronken, anders dronken. Geil gewoon. Ja, je hebt gewoon je achterhoofd staat erin van hey, ik heb dat op. Vanavond ga ik als een beest een keer. Alle lollies verzamelen! Ik zie nog niks. Nee, dat zo gaat het niet. Kom, het zal wat zijn. Een half uurtje? Ja, een half uurtje moet je wachten. Ja. Voor de minnaressen moet je het gebruiken, niet voor je eigen vrouw. Een vrouw buitenshuis is lekkerder om te neuken dan een vrouw rustig thuis met je tijd en een kusje en alles erbij wat er hoort. Alle lollies verzamelen! Lik maar aan mijn lolly. Lik maar aan mijn lollipop. Heeft u problemen met hem omhoog krijgen? Nee. Dus u heeft het niet nodig? Nee, niet nodig. Surinamers hoeven dit niet te gebruiken. Surinamers hoeven alleen maar in hun vingers te knippen en ze hebben een kano in de broek. Ja. 75% van de mannen, hedendaags, die krijgen die pik niet meer omhoog. Het wordt tijd dat het omhoog komt, dan komt die. Wat omhoog moet, dat gaat ook omhoog. Ja. Als je problemen hebt en je wil die pik omhoog krijgen, dan kan je doen wat je wil. Hij krijgt hem niet omhoog. Dus, je kunt het ook wel gebruiken? Jawel. Die marge wordt een beetje zwak, dus dan moet je hem bijstellen. Bijvoeren? Ja, het bijvoeren. Ik heb het net genomen en je kijkt hier, joh. Meen je dat? Ik weet niet hoe ik er vanaf kom. Dan moet je even naar het toilet even afkloppen. Moet u in een emmer met koud water gaan zitten. Dan moet je vliegeren, zeggen ze. Vliegeren, oké. Okay. Oké, dan. Lick maar aan mijn lollipop.